allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Larissa en ik willen bij deze een nieuwe serie gaan starten. En die noemen we Mega Hits of Scary Shit. En in deze serie gaan wij op ons kanaal verschillende gadgets en producten uitproberen en testen. En laten we jullie weten of wij het leuk vinden, dus een mega hit. Of dat het echt helemaal niks is en dan is het dus scary shit. We hebben wel eens vaak op ons kanaal reviews gedaan. Denk aan bijvoorbeeld de Polaroid camera. We hebben ook laatst een virtual reality bril gedaan. En dus dit soort video's hebben we al wel gedaan. Maar die komen nu allemaal in een speciale afspeellijst. En die gaan we dus vanaf nu gewoon dus mega hit of scary shit noemen. Dus in principe is het niet heel erg iets nieuws. Maar iets wat we al heel lang hebben gedaan. Maar kijk zeker even de andere oude video's terug als je het nog niet hebt gedaan. En vanaf nu gaan we dan nog meer dingen testen. Maar dan met een wat duidelijker oordeel aan het einde. Vind je dit soort reviewvideo's leuk? Geef ons dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal. Om geen één van onze andere komende video's te gaan missen. Nou, in deze mega hit of scary shit reviewen wij een aantal smartphone gadgets. Goedkope budget smartphone gadgets. Waarmee je bijvoorbeeld de perfecte selfie kan maken. We zijn heel erg benieuwd. En laten we maar gewoon meteen beginnen. Eerst wat we gaan testen is de Universal Selfie LED Flash Adapter. Nou, je hoort het al, dit zou een soort van flitser zijn voor je telefoon, waarmee je dus hele mooie selfies kan maken, zelfs in het donker. Nou, zo ziet de flitser eruit. Hij is gewoon vierkant, hij heeft vier flitsertjes en hij heeft een pinnetje waarmee je hem dus in je telefoon kan pluggen. En dat is in het geval van de iPhone aan de onderkant. Volgens mij is het bij Samsung telefoons aan de bovenkant, toch? Ja, volgens mij is dat mooier. Ja, ik denk niet dat het heel erg logisch is, maar misschien maakt het niet uit. Nou, bovenop zit een knopje, die moet je, denken wij, indrukken, maar er gebeurt op dat moment helemaal niks. Dus we denken dat hij gewoon niet opgeladen is. Nou, daar zijn we weer. We zijn weer terug met de Universal Selfie LED Flash Adapter. Hele flinke lang. Hele mond vol. Ik weet niet wat ik zei, maar goed. Hij is dus nu opgeladen als het goed is. Want hier heb je dus inderdaad het knopje wat daar al eerder zei. En als we die indrukken, dan zien we dat daar dus verschillende sterktes licht uitkomen. Dus ik neem aan dat hij voldoende is opgeladen. Het is dus ook geen flitser. Dat dacht ik eerst. Het is gewoon een lampje. En laten we maar even gaan kijken hoe die dan hoe goed die werkt. Nou, wat ik ga doen is ik ga heel eventjes filmen met mijn telefoon. Dan kan ik jullie laten zien wat de verschillende lichtsterktes zijn. Nou, tijdens het filmen kwamen wij erachter dat die ingang aan de bovenkant, die is waarschijnlijk voor de audio. Want we wilden ermee gaan filmen, maar we konden onszelf niet meer horen. En toen dachten we, pluggen de oordopjes in van de iPhone, want daar zit een microfoontje aan. Maar ook dat werkte eigenlijk niet echt. Je hoort hele zachte audio. En als we de knopjes indrukten, hoorde je zelfs een keiharde piep. Ja. Dus dat, het is echt niet geschikt om mee te filmen in ieder geval. Maar je kan deze adapter dus wel gebruiken om bijvoorbeeld selfies mee te maken. Of gewoon foto's van wat anders. Dus echt voor stilstaand beeld, daar kan je het wel voor gebruiken. Dus ja, dat is wel een beetje een dingetje om mee rekening te houden, om te weten waar je het voor wil gaan gebruiken. Ja, en ik moet zeggen, het is wel een mooi wit licht op zich. Het is wel duidelijk een flitser. Het is echt, daglicht blijft het mooist. Maar ja, ik moet zeggen, het werkt wel goed. En als je dan echt extra veel licht nodig hebt, kan je dus ook nog je aparte flitser erbij aandoen. Ik vind het wel een heel handig ding. Ik ben zelf niet iemand die graag foto's maakt 's avonds. Maar ik denk dat het wel echt heel handig kan zijn. Nou, we hebben deze van de Kruidvat en hij kostte maar €3,50. En wat vinden wij ervan? Ja, lastig. Ja, eigenlijk vind ik het op zich wel een, het is een beetje een halve. Het is niet echt een hit. Het is ook niet echt shit. Maar ja, het is niet echt dat ik denk, dit moet je hebben voor de beste selfie ever. Dat is wel handig. Mocht je ons ook van onze blog kennen, dan weet je misschien nog wel dat ik een tijdje geleden ook een review heb gedaan over deze. Dit is eigenlijk dus ook eenzelfde soort adapter. En dan heeft hij een rond gedeelte. Dus het is een soort van mini selfie. Nee, ja, ringlicht inderdaad bedoel ik. En deze die is ook wel heel erg handig en makkelijk en klein. Die heeft ook een aan- en uitknop hier aan de zijkant. Oh wacht, nee. Dus deze kant is de aan- en uitknop. Dan gaat hij aan. En dan heeft hij ook nog drie verschillende standen. Voor feller, middel en het minst fel. En het is warm licht en koud licht. Precies. Dus deze heeft echt een hele combinatie. Dus dat kan ook wel heel erg mooi zijn. En ik zal eventjes hier in beeld de verschillende effecten van dit lampje laten zien. En dan kan je zien hoe mooi beeld hij gaf. Maar ook bij deze is weer hetzelfde. Dat hij dus bij de iPhone onderaan de telefoon erin gaat. Waardoor het effect niet altijd heel erg mooi was. Of je moet je telefoon ondersteboven houden en dan een foto maken. Dat is wel een goede optie. Ik heb deze in Dubai gekocht. Gewoon echt bij een heel simpel winkeltje voor waarschijnlijk te veel geld. Want tegenwoordig kan je ook op AliExpress of eBay of waar dan ook. Al dat soort sites kan je dit soort telefoongadgets voor echt,
Weet ik veel, een paar cent kopen. Dus mocht je dat leuk vinden, dan is deze video ook wel heel erg handig. En waarschijnlijk kan je al deze spulletjes die we laten zien veel goedkoper daar vinden. Het volgende product is de 3-in-1 Lens Kit. Als je ons al wat langer volgt, en daar heb ik het echt over heel erg lang, dan kan je misschien nog wel herinneren dat we jaren geleden ook een review hebben gedaan met dit soort lensjes. Dat is namelijk een lens, er zit een fisheye lens, een wide angle lens en een macro lens op. En dat kan je op je telefoon klikken en dan heb je dus leuke effectjes voor je lens. We hebben dat eens een paar jaar geleden gedaan met oplaaglensjes. 3-4 jaar geleden denk ik. En we hadden ook speciale cases waar je ook echt de lensjes op kon draaien. Maar in dit geval is het een universele lens, want het is een soort van clip. En die kan je dan op elke smartphone clippen eigenlijk als het ware. Dus dat is heel erg makkelijk. En laten we hem eventjes uit de verpakking halen. Allereerst heb ik hier de clip. Dit is het ding dat je dan op je telefoon clipt. En hier kan je de lensjes op draaien. En dan hebben we hier twee andere lensjes. Dit is een wat grotere lens. En dit is de fisheye lens. Dat is 180 graden. En we hebben hier een kleinere lens. Dit is de macro lens. En daarbovenop zit ook de wide lens. Nou, we gaan hem nu even testen en ik zal laten zien wat ik door mijn telefoon heen zie. Dus dit is gewoon met de telefooncamera lens. En dan gaat nu... Dan gaat nu de lens eroverheen. En dan moet je het kapje nog eraf halen straks. Ook wel handig, denk ik. Hier gaat de camera lens over. Oh ja, je ziet wel echt meteen verschil. Dus dit was de... Fisheye lens. Dit is normaal. Dit is de fisheye en je moet hem wel echt heel erg goed erop doen. Wil je het scherpste beeld krijgen. Het is wel iets minder scherp het beeld, maar het is wel echt overduidelijk fisheye. Maar ook niet zo heel heftig, maar ik vind hem wel echt heel tof. Nou, dit is de volgende lens. Dit is de macro en wide angle, waarvan we nog niet weten of het een combinatielens is of niet. Dus we gaan het weer even laten zien hoe dat eruit ziet. Yes. Oké, dus dit is de gewone camera lens. En dan ga ik nu eventjes deze erop zetten. Oh ja, dit is de wide angle. Volgens mij heb ik nog niet helemaal goed erop zitten. Ik moet zeggen, dat is toch best wel een beetje een struggle. Wide angle. Dus dat ziet er zo uit. Dat is iets breder, denk ik, dan de fisheye, maar niet zo heel erg bol. Nou, de wide angle en macro lens kon je inderdaad van elkaar afdraaien. Het was even wat lastiger, maar het is gelukt. Dus we gaan nu eventjes testen hoe de macro lens dan werkt. Ga ik eerst eventjes gewoon filmen. Dit is normaal. Dit is als ik film met de macro lens. En zoals je ziet is het helemaal blurry. Maar als ik dan inzoom, zou het heel erg scherp moeten worden. Oh, wacht. Ja. Oh, dat werkt wel aardig. Laat het ook eventjes hier zien. Anders met een plant. Oh, dit is wel heel scherp. Ja, dit is mooi. Nou, de macro lens die werkt dus ook zo'n heel erg vooral mooi als je bijvoorbeeld foto's wil maken van een bloem of gewoon een beetje wilt kijken hoe iets in elkaar zit. Dus een beetje uitproberen. Ik weet niet zo goed of je die echt heel vaak zou gebruiken, maar de wide angle en de fisheye zijn wel echt heel handig. En het is dus gewoon een heel klein clipje, dus super chill om dat gewoon in je tas te gooien, mee te nemen naar vakantie, op vakantie, naar een feestje, naar je vrienden. De prijs van deze lenskit was €2,50 bij de Kruidvat. Die kan je gewoon vinden in die schappen waar ze van alles en nog wat hebben liggen. En wat mij betreft is dit een mega hit. Als derde gadget hebben wij de mobiele telefoon lamp. En dit zou dus een nachtlampje zijn voor je telefoon. Jij vond het wel heel erg grappig. Ja, we hebben al even naar de verpakking gekeken. Ik dacht, oh my god, dit is zo schattig. Ik ga eens even kijken hoe die eruit ziet. En je hebt hem dus in diverse kleuren en wij hebben hem in blauw. Nou, het is eigenlijk een soort van rubberen... siliconen ding, ja. Siliconen champignonachtige plug. Maar moet een lampje voorstellen. En dat heet een clipje. En wat je dus moet doen is, je moet je flitser aanzetten of je zaklampfunctie. En dan zet je hem eroverheen en dan heb je een nachtlampje. Nou, ik vond het echt super schattig. Ja, ik vond het wel heel erg schattig. Waarschijnlijk inderdaad gaat je telefoon er wel aan. Als je hem de hele nacht aan hebt staan, dus dan moet je hem eventjes in de lade gooien. Ook dat lijkt me niet heel geweldig voor je telefoon. Maar het is wel echt super cute. Het is denk ik wel sfeervol. Zullen we gewoon even gaan checken hoe het eruit ziet? Precies. En wat je dan nog moet doen is je lampje aanzetten. Nou, super sfeervol. Ik vind het wel heel erg schattig. Nou, laten we eventjes gaan kijken hoe dat eruit ziet in het donker. Dit is het licht met het blauwe lampje erop. Het is heel mooi gediffuus licht.
En als je het eraf haalt, dan is het een stuk sterker en feller ineens. En ook best wel geel. Nou, zoals je zag, hij werkt dus best wel goed. En als je je lampje of je telefoon neerlegt met alleen de flitser, dan is het heel fel. En met deze is meer... Gediffuus wordt het licht. Dus het is wat zachter beetje, en het wordt wat breder ook. En wat sfeervoller. Ja, precies. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg grappig. En het is maar 90 cent. Maar oké, vinden we het een mega hit of vinden we het scary shit? Ik vind het een mega hit. Want het is in principe is het wel scary shit. Het is... Want het is gewoon een stuk rubber op een clipje. Maar ja, ik het vind is geniaal. Wel leuk. Het is leuk. Ja. Ja, en het is echt super budgetproof, dus ik vind hem echt top. 2 duimen omhoog. Nou, dit was onze allereerste aflevering van Mega Hit of Skere Shit. Laat ons vooral even weten welke van deze gadgets jij heel erg leuk vond. En mocht je ook een andere gadget weten of product waarvan je zegt van, goh, zou dat leuk zijn of niet? Laat ons ook eventjes weten in de comments en dan kunnen we die misschien ook gaan uittesten. Ja, en mocht je nou op zoek zijn naar een bepaalde gadget review, check even de afspeellijst om te zien of die er misschien al tussen staat, want het zijn er echt een hele hoop. Dan geef deze video in ieder geval een duim omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal, zodat je in ieder geval geen enkele video van ons mist. En dan zien we weer terug in de volgende video. Doei! Doei!